Arampia Rehoulas. Vandaag gaan wij krontenkoeken klaarmaken. Dat zijn de Surinaamse koekjes. En mijn moeder gaat uitleggen wat we allemaal nodig hebben. Mams, wat hebben we allemaal nodig? Geraspte kokos. Geraspte kokosnoot. Volle melk. Suiker. Kleurstof. Rode kleurstof hebben we nodig. Vanillesuiker. Twee zakjes vanillesuiker. Sowieso suiker heb je nodig. Mm-hmm. Een vanillearoma. En muisjes. Ja. Dus dit heb je zo gemaakt, hè, mama? Die is zo gemaakt, ja. Oké, okay, wat gaan we nu doen? We gaan dus denk ik... melk aan de kook brengen. Oké, okay, we gaan het net als laddoe klaarmaken. Oké. Okay. Ja, ik weet het helemaal niet hoe je dit moet klaarmaken. Vandaar dat mijn moeder moet klaarmaken. Ja, maar ik heb gewoon de kraaien voor de dag gehad. Want Kaja wilde niet een kleine pan maken. Ja, klopt. Mama gaat er nu melk aan toevoegen. Mama, ga je heel de pak met melk gebruiken? Ik denk halve pak. Oké, okay, mama voegt dus een halve pak melk eraan toe. En dat breng je dus lekker aan de kook. Kom proberen, hè, of het lukt. Ja, ben benieuwd. En als het gaat mislukken, ja. Maakt niet uit. Maakt niet uit. We hoeven toch niet te verkopen, het is lekker voor onszelf. Daarom. Dus moeten we nou even wachten tot de melk goed aan de kook is gebracht. En strakjes voegen wij dan de geraspte kokos eraan. Kijk, dames en heren, ik heb hier ook een bakplaat klaargezet met bakpapier. Hier gaan wij dus dadelijk de krontenkoeken op doen. Mama gaat nu de geraspte kokos eraan toevoegen. Ik weet niks, ik doe gewoon op mama doet gevoel. Het gewoon op gevoel. Ja. Gaan we alles gebruiken of de helft? Ik kan gewoon alles gebruiken als ik kan. Ik probeer, ik kijk. Ja, doe maar rustig aan, mams. Nou, de melk is snel aan de kook gebracht. Ja, heel snel, hè? Ja. En dan even wachten. En suiker aan toevoegen, hè? Ja. En de vanillesuiker. Vanillesuiker. Vanillearoma. Ja, denk ik. Oké. Okay. Vanillesuiker. Ik heb twee zakjes. Want wij zijn zoete kauwen. Voor de smaak. Zo, huppatee, chakadululu. Ja. Oké, een paar druppels vanillearoma. Zo. Nou, dat is een kleine piepie scheutje met aroma. En dan komen suiker. Doe even zacht. Wow, het is heel snel aan het binden. Nee, nog niet, ik moet nog koken. Oh. Suiker aan toevoegen. Oké, okay, dit is de eerste lepel, de tweede kooklepel, de derde kooklepel met suiker heeft mijn moeder eraan toegevoegd. Nou, de vierde. Dat ligt helemaal aan u, hè, hoe zoet u het wilt hebben. Maar het moet ook goed kunnen binden, hè? Ja. Dus eigenlijk heb je dan genoeg suiker nodig. Ja. Want dan kan die goed binden. Want als je weinig suiker eraan toevoegt, dan ja. Dit is vijfde, hè? Ja, dit is de vijfde. Kijk, als je suikerpatiënt bent, dan ja, weet ik niet. Dan moet je echt weinig suiker gebruiken. Zo, zo is dat. 5,5 lepel met suiker heb je eraan toegevoegd. En nu wachten. Moet je wachten tot die goed aan het borrelen is. Het is net als lokdoe maken, toch? En ruikt gewoon lekker. Ja, ruikt echt heel lekker. Lijkt echt alsof je lokdoe aan het maken bent. Die kleur kwam zo, hè? Ja. Als die is aan het binden. Dik worden. Ja, de food color. En dan gaan we die food color zetten. Ja. Ik heb een rode kleur. Die kan je halen bij de toko. Surinaamse winkel. Je kan het ook halen bij de Albert Heijn, hè, ma? Oh, die food colors. Ja, tegenwoordig verkopen hun het ook. Dat is ook fijn. Ja, maar ik had het gezien, maar misschien is het niet zo, ja. Maar oh, misschien. Ik heb het niet geprobeerd dan. Ja, klopt. Ja, wij gebruiken altijd dit merk. Ja. Zo, het ruikt echt heel lekker. Ik hou van krontenkoeken. Papa hield er ook echt van. Ja, ja. Ja, papa was ook een zoete kou. Papa hield van zoetigheid. En wat gaan jullie vandaag klaarmaken, lieve mensen? Vandaag hebben wij een lekker chillen zondag. Mama had soep klaargemaakt. We hebben lekker kippensoep gegeten. En we krijgen dit als snack, hè? Krontenkoeken. Ja, zoetigheid. Ja. En met deze vulling kan je ook flansjes maken.
Oeh, zo. Ja. Alleen die... die pannenkoek. Die pannenkoekdeeg moet je hebben. Mm-hmm. Je moet zelf kunnen mixen thuis of zo. En misschien kan je met die pannenkoek gewoon... Ja, daar zat ik ook aan te denken. En daar bak je het. Klopt, dat kan ook. En dat zet je kokosvulling. Heel slim. Dat kunnen wij ook een keer klaarmaken. Ja. Die gaan wij ook een keertje doen, hè? Samen. Is goed. Ja, want ik kan dit soort dingen niet klaarmaken, hè, dames en heren. Mijn moeder kan alles klaarmaken. Ik sta hier alleen maar te kijken. En een beetje te praten en te filmen. Maar mijn moeder doet al het werk. Als... Ja, ik leer het ook van mij. Als ik iets één keer zie of twee keer. Ik probeer en dan lukt het gewoon. Dan moet je ook zo doen. Klopt. Ja, mijn mama heeft een fotografisch geheugen. Dus mama onthoudt het meteen na één keer te kijken, hè. Zo ben jij. Als jij het ooit ergens hebt gezien hoe je het moet klaarmaken, weet je precies wat je moet toevoegen. Want alles moet je gewoon gaan leren, toch? Voordat je iets gaan klaarmaken. Dat klopt. Dus net als alleen hoef je hier geen ghee aan toe te voegen. Nee, maar die kokos heeft wel een beetje kokosolie, hè? Oh, ja. Snap je? Van zijn eigen rust. Kijk, het is een beetje aan het komen. Ja, het is aan het borrelen. Zie je een beetje olie. Ja, de camera stelt niet scherp omdat er heel veel rook vanaf komt. Ja, nou stelt hij wel scherp. Zoals jullie zien, zie je dat bij de zijkantjes. Ja. Dan zie je die kokosolie. Oh, dat is de kokosolie. Heel gezond, hè? Ja, heel gezond. Zo, het is lekker aan het borrelen. Ja. Lijkt echt precies op ladoo. De lieve kijkers kunnen ook thuis zo proberen. Het is gewoon makkelijk om groentekoeken thuis zelf klaar te maken. Het is helemaal niet moeilijk. Dit hebben zo gepiept? Ja, altijd proberen. Hè. Je moet leren, kijken. En thuis zelf proberen, toch? Mama maakt alles op gevoel klaar. Mama houdt er niet van om te wegen. Het is te veel werk. Te veel poespas. Ja, nee, daar houden we niet van. Papa deed het ook nooit. Lieve mensen, mama heeft net ook gezegd dat je ook gewoon de normale kokosnoot kan gebruiken. Die ronde wat je thuis zelf kan raspen. Ja. Yeah. En omdat wij geen tijd hebben en zin hebben om dat te raspen, want het neemt toch veel tijd in beslag. Heeft mama dus geraspte kokos gekocht. Kant-en-klare kokos. Klopt, die kan je divers ook halen. Maar klopt. Hoeft niet per se. Nee, hoeft niet per se. Kokos is kokos, ja. Nou, beide doet zijn werk, ja. Hè? Dat klopt of helemaal. Die gedroogde of diverse, hetzelfde variant hebben ze, toch? Zo, mama heeft de kokos een kwartier aan de kook gebracht. Je moet dit goed door laten koken. Ja, en je moet een beetje gaan drogen zo. Ja. Ik heb nog een beetje melk aan toegevoegd. Een beetje extra koken, ja. Toch? En als het mislukt, dan eten we gewoon. Ja, dan eten we het gewoon. Maakt allemaal niet uit. Nee. Kan gebeuren, hè? Klopt. Maar die geur, dames en heren, als jullie dit konden ruiken, zou je echt meteen honger krijgen. Het ruikt echt heel lekker. En ook, je kan ook een beetje geraspen gember. Water ook aan zetten. Hierin. Oh, gembersap. Ja. Oké. Okay. Mama gaat nu de rode kleurstof eraan toevoegen. Mama heeft maar 2 druppels van de kleurstof toegevoegd. Hij is nou aan het binden, hè, mama? Ja. En daar gaan we regelen op het bakpapier. Toch? Ja. Zo ziet er heel mooi uit, mooi roze. Dus je hebt maar 2 druppels nodig. Doe maar, mama. Een beetje roken. Ja. Even roeren. Ziet er mooi uit. En dit hoef je helemaal niet in de oven te doen, hè? Nee. Heel mooi. En dan gaan we straks ook de spikkels erop strooien, ja. Bovenop. Zie je dat?
ziet er goed uit. Ziet er heel goed uit op camera, kijk maar. Ja, zie je. Kijk, en dan kan je altijd zo thuis ook klaarmaken. Ja. Zie je? Snel en makkelijk. Mooie kleur. Niet te rood, niet te roze. Ja. Een mooie kleur. Precies goed. Donkerroos, toch? Ja. Ja, is klaar. Zo. Om te drogen. En hoe lang denk je dat het gaat duren, maar om te drogen? Niet lang, misschien een uurtje, half uurtje. Oh, oké. Is dat voor het eerst? Ja. Ik probeer maar iets, toch? Klopt. Dan gaan we kijken of het lukt, hè? Mama heeft het vuur uitgedaan en nu gaat mama de kokoskoekjes hier op de bakplaat zetten. Zodat die lekker kan drogen. Ziet er heel goed uit. Toch? Ja. Ik denk niet dat het is mislukt hoor. Echt niet. En dan strooi je die spekeltjes? Ja. Zo ruikt heel lekker. Heel lekker. Oh my god, dit ziet er echt super lekker uit. Mama, wil je nog een bakplaat? Nee. Dus dat. Ik wilde echt niet veel maken, want anders moet je voor morgen goed. Ja. Nee, zonde voor het werk. Jij gaat goed snoepen, Kali. Ja, ik ga goed snoepen. Mijn dieet is weer verpest. Ja, maar je dieet neemt maar nooit, Kali. Ja, maar ik hou het nooit vol, mama. Nee, maar ik ben echt dik aan het worden. Ik zweer het. Sinds papa is overleden ben ik echt veel aangekomen. Weet je hoe ik ben aangekomen? Door stress. Je gaat eten en maar douwen en zo, weet je wel. Toen papa leefde, hield ik me echt aan mijn dieet. Ik ben nooit dik geweest. Hè? Alleen nu ben ik een beetje aangekomen. Een vet buikje. Ik vind dat echt niet mooi. Maar ja. It is what it is. Wat doe je aan diëten ooit? Nee toch? Je bent nooit begonnen toch met diëten of wel? Ik heb het 2 dagen geprobeerd, maar toen lukte het me niet meer. Je houdt het nooit vol. Nee, ik hou het nooit vol. Met die reden toch? Ja. Mama gaat me hier exposen op YouTube. Dat ik niet kan diëten. Hier is wat het is, hè? Kajo? Ja. Maar ik wil afvallen zonder te sporten. Heeft er iemand misschien tips voor mij? Hoe ik zo snel kan afvallen. Ik haat het om naar de sportschool te gaan. Ik heb daar geen motivatie voor. Oh my god, het is echt heel snel aan het drogen. Ja, de spiegel moet er nu komen. Oh hè? Ja. Dus, zijn ze goed rond of niet? Ziet er heel goed uit, mama. Zo. Het is fijn, hè? Om te horen. Ja, je hebt dus 8 kronte koekoes gemaakt. Iedereen ja. Krijgt er 2. Oh, goed. Ja, ziet er heel goed uit. Mams, wil jij de spikkels eraan toevoegen? Ga ik ook doen. Mama voegt nou de spikkels eraan toe. Zo, mijn moeder kan echt alles klaarmaken, dames en heren. Zien jullie dat? Ziet er heel goed uit. Nou, dit is dus mijn moeder haar recept. Snel en makkelijk. Dit heb je dus zo gepiept. Je moet alleen de spullen in huis hebben. En dan heb je lekker kronte koekoe klaargemaakt. Ik hoop dat jullie dit ook een keer proberen. Nodig, nee, je hebt echt niet veel nodig. Zo. Heel mooi, wauw. Ziet er echt prachtig uit. Kijk eens, chunkies. Dit is het eindresultaat van de kronte koekoe. Het ziet er super goed uit. Dit zijn dus Surinaamse kokoskoekjes. En ze zijn ook allemaal opgedroogd. Dus ik kan niet wachten om dit lekker op te smikkelen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Mijn moeder heeft jullie geleerd hoe je kronte koekoe moet klaarmaken. Snel en makkelijk. Probeer dit een keertje ook thuis klaar te maken. En heb je lekkere kronte koekoes voor jezelf. Nou lieve mensen, we zijn bij het einde aangekomen van de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En dat jullie er wat van hebben geleerd.
Wij wensen jullie heel veel geluk, liefde en gezondheid. Heel veel money, heel veel pijzen, heel veel dinero. Lobby, lobby, lobby. Rampiare de deskundige in de town. Chaka de lulu, like en abonneer. Doei doei. Tot de volgende keer.